Hoi, ik ben Hans van HSProducties.nl. In deze video laat ik je zien hoe je kan verplaatsen en snijden op de tijdlijn. Als je nog meer van dit soort video's wil zien, abonneer je dan even op dit kanaal, klik op het belletje en dan krijg je elke keer een melding wanneer er weer een nieuwe video van mij online komt. We gaan het eerste clipje snijden. Ik plaats de playhead op het punt waar ik wil snijden. Nu kan ik de cursor van links trekken naar de playhead om zo het niet gewenste materiaal te verwijderen. Het gaat nauwkeuriger als ik het symbool van een magnetische connectie activeer. Op die manier wordt het vanzelf op de frame nauwkeurig aan elkaar gelost. Ik undoe even deze actie. Je kan het ook op een andere manier doen, via de trim optie. Die kan je vinden onder trim en dan trim start of de toetscombinatie op zijn linker haakje. De clip waar het blauwe bolletje staat wordt dan ingekort vanaf het begin. Op dezelfde manier kan je een clip inkorten aan de rechterkant vanaf het eind, maar dan met de toetscombinatie op zijn rechter haakje. Ook dit herstel ik nu even. Zo kan je alle clips inkorten. Als ik de derde clip wil verplaatsen naar ergens anders op de tijdlijn, kan ik het oppakken en naar de andere plaats brengen. Je ziet dan een vlak met blauwe lijnen waar de clip geplaatst kan worden. Ik herstel dat om een andere mogelijkheid te laten zien. Je kan het ook doen met de toetscombinatie Command X en Command V. Zo kan je elke clip verplaatsen, ook naar bijvoorbeeld het eind op je tijdlijn. Er is nog een mogelijkheid. Plaats de playhead in een clip en ga dan naar Trim, Trim to Playhead. Tot zover deze uitleg. Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan hieronder. En vergeet je niet te abonneren op dit kanaal en geef een duimpje als je dit een interessante video vindt. Tot de volgende keer!